Dag Steffi, goedenavond in Middelkerk in Casino. Net de finale geweest van Miss Benelux 2014. U viel niet in de prijzen, hè? Komt dat eigenlijk? Ik heb geen idee, maar ik ben heel blij met de top 5. De meisjes die in de top 5 zitten, hebben er heel veel voor gedaan. En zeker een verdiende winnares, want Katrien heeft heel veel gedaan om de prijs te kunnen veroveren. Ja. Dus ze is zeker een verdiende winnares. Ja. Verdiende uitslag ook voor die anderen allemaal? Ja, zeker. Brenda heeft er ook heel veel voor gedaan. Die is tweede geworden. Ik heb het eigenlijk iedereen gegund om te winnen. Welke plaats heb jij nu? Geen idee. Ik weet mijn plaats niet. Was het een leuke avond? Heb je geamuseerd? Ja, tuurlijk. Het was een hele leuke avond. Het is heel snel voorbij gegaan en we hebben een hele leuke avond samen gehad. Dus we zijn blij dat het zo goed verlopen is. Ja. Was er een beetje spanning zo tussen elkaar? Nee, dat viel eigenlijk goed mee. Het waren er heel veel zenuwachtig wel voor de uitslag. En ja, omdat er heel veel met hoge verwachtingen zaten. Maar gelukkig zijn de die het meest verwachten ook in de prijzen gevallen. Waren er meisjes bij die diep ontgoocheld waren? Ik ga eerlijk zijn, ik heb redelijk rap mijn valies genomen om naar mijn familie te komen. Want veel mensen zijn van ver gekomen, dus ik heb niet meer veel tegen de laatste 5 dan gesproken. Maar jij bent content? Ja, ik ben zeker tevreden. Ik ben zonder verwachtingen aan de wedstrijd begonnen, dus dan kan je ook niet zo hard ontgoocheld zijn. En ik ben zeker blij met mijn prestatie. Ik ben blij dat ik bij de laatste 10 ben geraakt. En we zien wel wat de toekomst brengt. Ga je nog meedoen aan zoiets? Nee, geen misverkiezingen meer voor mij. Dat staat vast. Wat ga je nu doen in het leven? Verder studeren als kleuteronderwijzeres. En voor de rest blijven hard werken, zoals ik doe in het weekend. En we zullen wel zien. Ja, wat werk doe je dan in het weekend? Ik werk in Lujo in Brugge, in een kledingwinkel, Italiaanse kledingzaak. En zaterdagmorgen altijd in een bakkerij. Dus, maar ik ben daar heel blij en daar hoor ik thuis. Het is jouw wereld niet dit? Ik vind het wel heel leuk om eraan mee te doen en omdat ik hier, omdat ik het ervaren. Maar ik ben niet echt, ik heb niet echt ambitie om elk jaar een andere misverkiezing mee te doen. Dat is zeker mijn bedoeling niet. Wens geluk in het leven, zelfs zonder misverkiezingen. Ja, dankjewel. Dank Steffi. Dankjewel.